Van harte welkom bij deze special dat in het teken staat van de Kleuver Copa. Op zaterdag 13 en zondag 14 augustus treden bij RKTVC op Sportpark de Ridderweide in Tiel 12 internationale topteams onder 17 jaar om de felbegeerde cup. De Kleuver Copa is een sterk bezet internationaal voetbaltoernooi voor spelers onder de 17 jaar. Elk jaar strijden topteams uit binnen- en buitenland om de Copa bij RKTVC op Sportpark de Ridderweide in Tiel. Vele topspelers hebben in het verleden met hun club deelgenomen aan dit tweedaagse toernooi. Met de nieuwe opzet van de Copa heeft RKTVC de ambitie uitgesproken om binnen 5 jaar bij de top 5 van de Europese toernooien te behoren met deelnemers uit de Champions League. Als we praten over een voetbaltoernooi, dan praat je ook over misschien wel de stille kracht. En dat zijn mensen die op de achtergrond bezig zijn om te zorgen dat het allemaal voor elkaar komt. En een van de dingen die me opviel was de bezettingsgraad op dit toernooi. En ik praat erover met Bram. Bram, hartelijk welkom. Hoe krijg je het voor elkaar om toch weer deze bezettingsgraad voor elkaar te krijgen? En wat ontbreekt er nog en wat zou erbij moeten? Nou, wat in eerste instantie om het voor elkaar te krijgen is dat je netwerk heel groot is. En nou, dat is redelijk groot. Goede contacten met collega-toernoois van topniveau. En daar wijs je ook weer wat uit. En dan kun je dit niveau zien te halen. En ja, wat beter moet, betere ploegen. Maar daar is weer een stukje financieel verhaal bij. Want ik heb hier gezien de bezettingsgraad. We kijken naar ploegen uit Hongarije, uit Italië, ik hoor zelfs Japan. We horen de Nederlandse ploegen. Ik zie Feyenoord, AZ, Sparta aanwezig. Wat zijn de ambities voor volgend jaar? Nou, onze ambitie is om steeds te groeien en ja, met nu en 5 jaar naar een dubbel A-toernooi te gaan. Want een collega-toernooi in de Achterhoek die praat over dubbel A. En dubbel A betekent dat je op Champions League niveau moet zitten. En daar willen we naartoe. Tot slot, ben jij tevreden over de opkomst van het publiek? Ja, volgens mij is er meer als vorig jaar, maar vorig jaar was het slecht weer, nu hebben we mooi weer. Maar ik denk ook dat we met social media dit jaar een grote stap hebben gemaakt naar buiten. Dus het bereik is groter en je ziet ook meer andere mensen nu komen die er eerst niet zijn. En dan de uitstraling die we dit jaar teweeg hebben gebracht met een businessclub samen en de hele veel vrijwilligers die we hier hebben. Ja, heb je dit gerealiseerd tot een... Ja, ik kan wel zeggen dat we bij de top 3 horen. Met vertrouwen naar volgend jaar? Zeer zeker. Jan, het is kantje boord geweest met de organisatie van dit toernooi. Zo mag ik dat toch wel zeggen? Nou, kantje boord vorig jaar wel, maar nu niet meer hoor. Nu staat het weer als een huis, dat kan iedereen zien. Er zijn voldoende bezoekers, goede ploegen. En ja, laten we hopen dat het volgend jaar nog beter is. Maar dit jaar zijn we zeker tevreden. Het is de 21ste keer dat dit toernooi wordt georganiseerd. De reacties zijn wat mij betreft heel lovend tot op heden. Maar het is wel een stuk groter en professioneler. Hoe komt dat? Nou, dat moet je zo zien. Als een organisatie gaat veranderen, dan word je in de breedte. Als er goede mensen bijkomen, word je ook sterker. En dat is dit jaar bij RKTVC gebeurd. En RKTVC, de Kleuver Copa, noem maar op, je moet alles ineens zien. Dat is dit jaar voor elkaar gekomen. Er zijn zeker minimaal 7 tot 8 nieuwe mensen bijgekomen. Die zijn de kaart mee gaan trekken. En dan zie je, dan krijg je vanzelf weer de professionaliteit die je nodig hebt. Maar ja, kunnen we nu ook stellen dat de continuïteit voor de komende jaren gegarandeerd is? Of denk je dat je volgend jaar toch weer in een situatie zit waarin je denkt van nou, misschien staat het nogal op losse schroeven? Nou Tom, 1 ding kan ik je zeggen. We zijn nu aan het bouwen. Dit is het eerste jaar van de Kleuver Copa. En we hebben er nog 4 te gaan. Dus over 5 jaar, dan hopen we hier zonder meer Manchester United, Bayern München en dat allemaal hier op de velden te hebben. Nou, over de ploegen die er zijn, ga ik straks met een ander praten. Maar ik ga jou in ieder geval bedanken voor het interview. En ik ga je heel veel succes wensen met deze vernieuwde organisatie. Oké, dankjewel Ton. Kijk, het moet me Ton nog wat van het hart natuurlijk. Want ook bij deze club hebben wij een businessclub. En dan kan iedereen zich bij je aansluiten. En als we daarin groeien, dan weten we zeker dat we dit toernooi niet over 5 jaar, maar over 25 jaar nog hebben.
En ik hoor het al, je bent een goede ambassadeur. Ik kan je wel even vertellen dat ik al afscheid van je genomen had. Dus voor de mensen hier is het leuk om te weten. Maar dit gaan we natuurlijk niet uitzenden, want dat is puur reclame. Nee, maar dat wist ik wel, want daarom zei ik het toch. Dankjewel. Want die jongens moeten vandaag naar scoren die hier lopen. Oké, okay, dankjewel Jan. Okay. Zo werkt. Jan Pruijn, onder andere oud-trainer van NEC. Wat brengt u hier? Het brengt mij hier dat ik hier vroeger heel veel kwam. Ik heb hier vroeger zelfs nog Urawa Red Diamonds binnengebracht. Volgens mij 2003-2004. De contacten die ik steeds jaarlijks onderhoud met Bram Bos. En wat ertoe geleid heeft dat ik Ride to Dream kende. En gemotiveerd heb om dit weekend hier te zijn. Ja, een soort van makelaar als het gaat om elftallen, moet ik het zo zien? Ja, dat is wel een heel groot woord, makelaar. Maar ik heb behoorlijk wat contacten opgedaan na mijn periode bij Ajax. En een van die contacten is Ghana als voetballand. En de mensen van Ride to Dream die ik daar ken, ja, dat is dan iets wat je bemiddeling kunt noemen. Laten we het zo stellen. En er wordt zeer behoorlijk gevoetbald. Zonder meer. Ja, ik heb eigenlijk op dit moment alleen Feyenoord nu zien spelen tegen Honvet achter ons. En daarvoor Ride the Dream tegen Lazio. Dat was een erg volwassen wedstrijd. Ze zullen er niet al te veel, denk ik, op dit toernooi gespeeld worden. Met alle respect, maar daar zat alles in. De Italiaanse mentaliteit en het overleven. En de kwaliteit voor dit niveau, die leeftijd, Ride the Dream. Ik zeg niet perfect, maar wel heel goed. Het is mooi hè, dat er zo'n toernooi is hier in Tiel. Ja, maar dat is al heel lang. En de naam RKTVC onder 17 in toernooiland is denk ik een naam die staat. Ik denk dat het voor de voorbereidingsperiode het beste toernooi is in deze leeftijdscategorie. Heemskerk heb ik zelf wat contacten in het verleden door daar een Japanse ploeg onder te brengen. Maar dat is gewoon een niveautje minder. En ik ben nu zelf aan de slag om een toernooi het weekend voor Tiel te gaan organiseren. Waar Tiel hopelijk in de samenwerking ook nog een andere sterke buitenlandse tegenstander of ploeg volgend jaar voor binnen kan brengen. Oftewel, ambitie genoeg? Ja, zonder ambitie kan ik niet leven, kan niemand leven. Maar ik bedoel, als je al zo lang de historie van RKTVC en dit toernooi ziet, dan zeg ik dat zal altijd voort blijven bestaan. Het is ieder jaar weer een ambitie en een uitdaging om het niveau top te houden. En ja, dat is denk ik voor zowel de mensen hier als voor mij een zaak waarvan ik zeg ik wil daar een steentje aan bijdragen. Willem van Hanegem, afgereisd naar Tiel om hier te komen kijken bij de Kleuver Copa. Waarom? Nou, de eerste omdat mijn dochter die is hier regelmatig te gast bij de toernooi. En die vroeg aan mij van kom nou kijken, want Feyenoord doet mee en zo. En AZ doet mee en Utrecht doet mee en nog een aantal ploegen. Goeie ploegen. En als je nou kijkt naar het niveau, hè? Want er wordt in Nederland heel wat over gesproken, dat het allemaal achteruit holt en zo. En hier loopt toch de toekomst. Hoe schat u dat in? Nou, het valt niet tegen. Nee, het enige wat ik het meest verschrikkelijke vind is dat kunstgras. Ja, en er zijn heel wat mensen in Nederland, zijn het daarmee eens, hè? Ik zou zeker mijn zoon spelen niet meer, maar die vonden het op zich ook al verschrikkelijk. En ik vind het ook... Ga nou maar kijken, Heracles heeft er zoveel profijt van. Want ze spelen tegen een club Europees die waarschijnlijk op gras speelde. Dat bleek later ook. En die worden helemaal weggespeeld door ze. En dan moeten ze daar naartoe. En ze spelen op gras. En ze zijn geloof ik twee keer bij de kool geweest, een anderhalf uur. Dus het heeft duidelijk wel invloed op de manier waarop je wil spelen. Dat ja, aandachtspuntje voor de KNVB. Laten we die meteen maar eens meegeven. Daar heb ik het wel eens met Jelle Goes over gehad. En wat bleek, toen hadden ze later, een paar weken later, werd een kunstgrasveld geopend op Zeist. Dus ik denk, nou ja, dan begrijp je er geen ene klote van. Nee, maar goed, zo gebeurt er nog wel meer bij de KNVB waarvan je kunt zeggen van, nou, hoe zit dat nou in elkaar? Ja, nou, ze hebben nu wel heel veel werk ervan gemaakt om proberen tot een wat acceptabel voetbal te komen.
Maar het begint ook niet alleen bij de jeugd, maar het begint ook, het voorbeeld moet ook bij de grote vandaan komen. En als je daar naar zit te kijken, dan kan ik niet zeggen dat ik vrolijk word als ik daar naar zit te kijken. Dus het is niet zo dat ik denk, zo vanavond naar een wedstrijd kijken. Nee. Ja, dan is het hier zeg maar voetbaltechnisch nog best wel aardig met die jonge jongen. Ja, maar ik zit hier net bij AZ, zit ik een jongetje die doet de warming-up. En die was 2 koppen groter als gasten die erin lopen. En die zie ik dan een paar ballen geven. Dat ik denk van godverdomme, die gozer. Dat kan wel eens een hele goede speler worden. En dan hoop je maar één ding, dat de trainers en de begeleiding dat ventje met rust laat. Dat geldt hetzelfde voor dat ventje van 16 die bij Vitesse van de week, afgelopen week speelde. Dan ben je ook wel eens gedood dat ineens het jongetje wordt interessant. Want ze kunnen gewoon goed voetballen, dat ziet een blinde. En dat er ineens weer een heleboel mensen zich daarmee gaan bemoeien wat die allemaal moeten doen. Is dat eigenlijk de boodschap van Willem van Hanegem voor nu? Laat voetballers voetballen? Je moet die gasten laten spelen, ja. Dat is het meest belangrijke. En niet dat je die spelers ziet nadenken. Wat hebben ze ook weer gezegd? Wat moet ik allemaal doen? Weet je niet? Nee, laat gewoon zelf. Dat moeten ze zelf leren op te lossen. En daarom is het mooi dat er toernooien zoals dit er zijn? Ja, ja. Terwijl je hier ook al vaak trainers hoort schreeuwen hoor, tegen die kinderen. Want het zijn eigenlijk nog kinderen. Heb je dan niet het idee van, nou, ik spring er zelf even tussen van, joh, wat maak jij klaar? Nee, dat niet. Nee. We praten hier wel met een voetbalicoon van de Nederlandse voetbal. Dus als er iemand weet hoe het werkt, bent u dat? Ik vind het alleen zonde. Waar heb je? Als ik nou net een paar gasten die er niet in stonden, maar die invielen, dan denk ik, ja, dat zijn echt, dat is puur om te zien. En dat is het mooie aan het voetbal. En niet dat ze allemaal van die schriftgeleerden worden. Dat ze alleen maar looplijnen, allemaal meest vreemde en gekke dingen worden de kinderen ingeprint. En daarom is het goed dat er zo'n toernooi is zoals dit. In den landen valt dit toernooi best wel op, hè? Ik vind het wel een goed toernooi. Het is wel sterk bezet. Het kan waarschijnlijk nog beter. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met dat het overal verteld wordt. Dat het toch een aardig toernooi is. En de jongen die net bij mij stond, Bos. Ja, die ken ik eigenlijk ook al zoveel jaar uit Culemborg. En die is altijd al gek geweest. Want die hadden ook bij Fortitudo, wat nu niet meer bestaat, maar die hadden vroeger ook een geweldig toernooi. In mijn jeugd, en dat is al een hele tijd geleden, vonden wij het geweldig om daar te spelen in Culemborg. En het was heel goed bezet en het was dan een toernooi tot 19. Maar het was geweldig om daar te spelen. Dus ik kan me ook voorstellen, als ik die gasten zie, dat die dit toernooi ook geweldig vinden om hier te spelen. Feyenoord toch uw clubje. Ja. Het gaat goed met Feyenoord. Hoe hebben de jongens het hier vandaag tot nu toe gedaan, wat u ervan gezien hebt? Ja, het was een beetje wisselvallig. Zoals Feyenoord het afgelopen seizoen was. Dus, voor verbetering vatbaar. Ja, nou zeker. Ja. Ja. Mag ik u danken voor het gesprek? Graag gedaan. Wim de Kleuver, directeur van de Kleuver Communicatie, verbonden aan dit mooie toernooi. Ja, dat klopt. Ik ben verleden jaar gevraagd om het toernooi meer zichtbaar te maken bij media, bij bezoekers en bij hele mooie clubs. Ik heb dat 10 jaar geleden ook gedaan bij een andere voetbalvereniging. Dat was in Veenendaal, hè? Dover praten we over. Ja, dat klopt. Daar wilden we Ajax en Feyenoord ook in de finale hebben. En heel veel bezoekers en heel veel mooie clubs. Nou, dat hebben we met een fantastisch team kunnen doen. En ik werd gevraagd of ik ook zeg maar mijn ideeën, of ik die kon inbrengen binnen RKTVC. Nou, en die plannen, die ideeën van jou, als ik jou mag zeggen, die zijn eigenlijk best wel bijzonder, hè? Ze zijn bijzonder. Het is ons vak. Hè? Ons vak is het bouwen van sterke merken. En hoe word je nou een sterk merk? Dat doe je door middel van een goed marketingplan en onderbouwd door onderzoek in de juiste strategie. En dan word je meer zichtbaar en maak je heel veel mogelijkheden om vanuit nieuw business, van bestaande nieuwe markten, om daar weer groei te genereren. En ook met dit toernooi hebben we de gezamenlijke ambitie uitgesproken dat dit een top toernooi moet worden voor Europa. En daar willen we 5 jaar over doen. En wat ik hier merk is ontzettend veel enthousiasme met fantastische mensen. En ik heb er gewoon zoveel plezier in. Ik vind het gewoon ontzettend leuk om van het toernooi een heel sterk merk te maken. Ja, je hebt je naam ook voor meerdere jaren verbonden aan dit toernooi. Maar de gedachtegang is dus eigenlijk, je maakt van het doel een tool.
Ja, dat klopt. De bedoeling is dat dit toernooi in 5 jaar tijd veel aanzien krijgt in de sportwereld. Dat we daardoor aantrekkelijke teams kunnen trekken naar het toernooi. Lazio Roma is daarvan een goed voorbeeld, maar ook SC Anderlecht bijvoorbeeld. En wat we nu willen doen is elk jaar bouwen totdat wij eigenlijk het meest aansprekende toernooi zijn in Europa. Dat is een hoge ambitie, maar heel veel mensen hebben ontzettend veel ambitie binnen de club. En ik vind het geweldig om met ze samen te werken. Nou, jullie zijn goed op weg. We zijn fantastisch op weg. Het eerste jaar zijn hele grote stappen gezet. Dit is pas het eerste jaar. We hebben 3 tot 5 jaar nodig. En samen met goede sponsoren, samen met ook het publiek in Tiel en omgeving, denken wij dat we iets prachtigs kunnen neerzetten in Tiel. Erik Meijers, de trainer van Achilles 29 uit Groesbeek, hier aanwezig bij de Kleuver Copa om te scouten? Nou, om te scouten niet, maar puur uit belangstelling en te kijken wat het niveau is. En ik moet zeggen, ik heb me kostelijk vermaakt bij de finale. Dus je was hier als voetballiefhebber, zullen we maar zeggen. Je was ook betrokken bij de loting. Uiteindelijk, wat vind je ervan? Nou, ik moet zeggen, ik heb een hele leuke finale gezien. Jongens steken heel veel energie in de wedstrijd. Steken energie in het voetbal. Spelen erg gedisciplineerd en spelen ook vanuit een bepaald idee. En ik moet zeggen dat het niveau vrij hoog was. Heb je nog pareltjes gezien? Ja, die hebben we zeker gezien en die zullen we ook zeker onthouden. Want deze jongens die gaan zeker betaald voetbal spelen. Ja, dat is voor mij wel duidelijk. Even over Achilles. Tot nu toe 2 wedstrijden gespeeld in de eerste divisie. Allebei verloren, maar dat had net zo goed ook anders kunnen zijn. Hè? Ja, dat wel. Alleen we moeten natuurlijk oppassen dat het geen eigen leven gaat leiden. En dat we iedere week zeggen dat we aardig gespeeld hebben en geen punten hebben. Het gaat nu langzamerhand wel keihard om punten. En ik hoop dat we dat dit weekend in 2 uitwedstrijden kunnen waarmaken. Na de voorrondes stonden uiteindelijk Kopenhagen en Right to Dream uit Afrika in een zeer goed bezochte finale. In deze wedstrijd bleek Right to Dream met 1-0 te sterk voor Kopenhagen en ontvingen zij uit handen van Henk Driessen, wethouder sport van de gemeente Tiel, de Copa 2016. Met een sterk deelnemersveld was het lang onduidelijk welke teams de finale zouden gaan spelen. In Pool A moesten strafschoppen tussen Feyenoord en Kopenhagen de beslissing brengen, waarbij de winst naar Kopenhagen ging. In Pool B maakten AZ Alkmaar en Lazio Roma het Right to Dream knap lastig. Met prachtige onderlinge duels ging uiteindelijk Right to Dream door naar de finale. De eindstand op 1, Right to Dream. 2, FC Kopenhagen. 3, Feyenoord. En 4, uit Italië, Lazio Roma. Naast Right to Dream vielen ook Feyenoord, AZ Alkmaar en Anderlecht in de prijzen. Sheikh Touré van Feyenoord werd bekroond met de titel beste speler van het toernooi en topscorer van het toernooi. Beste keeper van het toernooi was Jay Gotter van AZ Alkmaar. De Fairplay Cup ging uiteindelijk naar RCC Anderlecht. Regio TV Tiel heeft een registratie gemaakt van een groot aantal wedstrijden in het weekend van 13 en 14 augustus. Wilt u deze wedstrijden terugkijken? Kijk dan op www.regiotvtiel.nl. Verdient gewonnen dit toernooi, Right to Dream uit Afrika. En feestvieren, dat kunnen ze ook. Thank you.
Wethouder van sport in de gemeente Tiel, Henk Driessen, een fantastisch toernooi. Hè? Ja, inderdaad een fantastisch toernooi. De Kleuvercoppa, georganiseerd door RKTVC uit Tiel. Daar mag je trots op zijn dat we zo'n mooi toernooi hier in Tiel hebben. En natuurlijk ook een hele mooie finale gezien. Als voetbalkenner, vertel. Nou, een hele mooie finale tussen Ghana, Dream Team om het zo maar te noemen. En Kopenhagen, ja, twee mooie finalisten. Een hele mooie wedstrijd geworden. Niet overheen gelopen, blijkt ook uit de stand, want Ghana heeft met 1-0 gewonnen. Ja, het was een genot om te zien, maar dat geldt voor meerdere wedstrijden. Gemeente Tiel steunt ook dit toernooi, waar blijkt dat uit? Ja, we steunen middels een subsidie natuurlijk, maar ook de burgemeester en ik zijn gevraagd om ambassadeur te zijn. Om onze naam te verbinden aan dit mooie toernooi. En dat toernooi steunen wij op die manier ook graag door het uit te spreken. Wat de gemeente Tiel betreft in de toekomst, is dat veiliggesteld? Ja, in principe wel. Alleen we moeten ieder jaar opnieuw wel dingen weer bekijken natuurlijk. Of het allemaal past binnen de regels die we hebben. Maar wat ons betreft heeft dit toernooi nog een lang leven tegemoet.